Ik zal wat vertellen, dit is een van de laagste looneisen. Hè, omdat we enkel de prijsstijging... In uw leven? We willen enkel de prijsstijging compenseren. Hè, dus de reële loonontwikkeling is eigenlijk op nul. En dat geeft ook aan wat voor ongekende tijden het is. Maar dat is niet de antwoord op mijn vraag. Heeft u wel eens vaker 14,3%? Als je feitelijk kijkt naar het percentage, is dit het hoogste percentage sinds ik mij dat kan heugen. Oké, dus dat is wel een heel hoog percentage. Waarom is het nodig wat u betreft? Ja, het is een bittere noodzaak. De prijzen die rijzen de pan uit. We hebben een enquête onlangs gehouden onder onze leden, waarbij 1/3 van de mensen die de enquête hebben ingevuld, het waren er 20.000, aangaven dat ze niet meer kunnen rondkomen. Andere 1/3 gaf aan dat ze misschien net rondkomen, nog een heel klein stukje maand overhouden. En 1/3 gaf aan van het gaat net. Ja. Ja, en dat is wel de keiharde realiteit op dit moment. Onze leden, zegt u, hebben Ja, maar niet nodig. Alleen onze leden, we zien het in de samenleving. De rijen nemen toe bij de voedselbanken. Ik zie het ook in mijn omgeving, bij mijn familie. Het is steeds lastiger om rond te komen. Ja, dat hakt er gewoon in, die 14%. Hè. Het duurder worden van het leven ten opzichte van een jaar geleden. En de oplossing is dat in ieder geval de lonen daarmee gecompenseerd gaan worden. Ja.